Janny van Eert heeft dinsdagavond het figuurlijke lintje doorgeknipt en daarmee de vernieuwde raadzaal in het gemeentehuis van Boekel heropend. We hebben wel een heel heugelijk moment vanavond. Zoals jullie weten hebben we de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt om onze raadzaal te herinrichten, zoals we dat zo mooi aangaven. Nou, dus er was een werkgroep die achter de schermen heel goed nagedacht heeft over, in eerste instantie natuurlijk, daar niet te vergeten, over het programma van Eisen. En wat je dan ziet is dat het, je moet in een bestaande ruimte, moet je een heleboel eisen gaan voldoen en wil je van alles. En dan is het natuurlijk ook wel een beetje afwegen, keuzes maken. Want als je naar het programma van Eisen en Wensen kijkt, dan willen we een raadzaal die flexibel is. Die op een multifunctioneel bruikbaar is. Die toch ook wel representatief is, als we mensen uitnodigen hier in onze gemeente. Dus, allereerst dank aan de mensen vanuit de werkgroep, want er is echt snoeihard gewerkt. Jullie zagen het al na onze laatste raadsvergadering, de dag daarna werd het al gesloopt. En er is ook heel hard gewerkt om hem zover gereed te krijgen, want we willen natuurlijk de periode zo kort mogelijk houden. Maakt mij niet uit. Dat is in ieder geval gelukt. Dus nu wil ik jullie allemaal uitnodigen om te komen kijken. En we gaan hem zo dadelijk dus in gebruik nemen met onze eerste commissievergadering. De raadzaal in Boekel in het gemeentehuis heeft een hele metamorfose eigenlijk ondergaan. Ja, mevrouw Van Nijls, als burgemeester, wat is er precies veranderd? Ja, er is eigenlijk heel veel veranderd in onze nieuwe raadzaal. Met name natuurlijk het interieur. Het was al meer dan 20 jaar oud. De meubels waren echt aan vervanging toe, maar ook de vloerbedekking en de wanden moesten geschilderd worden. Dat was één ding. Ja, en daarnaast moesten we ook kijken naar nieuwe audio-video. En u hoort mij al zeggen video, want dat hadden we nog niet. Dus nu hebben we echt de nieuwste snufjes in huis gehaald op het gebied van techniek. En worden dus ook de raadsvergaderingen live opgenomen. Is het dan de bedoeling dat het de politiek dichter bij de burgers van Boekel brengt? Jazeker, dat hopen wij wel. Dat als mensen niet in staat zijn om hier live op de tribune aanwezig te zijn, dat ze dan mogelijk de uitzending vanuit thuis kunnen bijwonen of later nog een keer na kunnen kijken. U had dus juist eigenlijk een hele mooie opening, hè? Want dat doe je dan met de raadsnestor. Nou ja, tenminste van deze commissievergadering. Waarom eigenlijk? Nou, kijk, dit is natuurlijk dé zaal van de raad. Dan vind ik het ook wel belangrijk om de raad hier een grote rol in te geven. Ik ben de voorzitter van de raad. Maar zo'n Nestor, die al meer dan in dit geval 16, 17 jaar in deze ruimte vergadert, vond ik wel belangrijk dat die daar een plek in kreeg. U had ze wel een beetje aan het schrikken, hè, deze commissieleden, want ja, moeten ze nou wel of geen slofjes aan? Ja, precies. Nou, het was een geintje. We hebben een nieuwe raadzaal. Het is gemeenschapsgeld, dus ik vind dat we daar zuinig op moeten zijn. En het was inderdaad een kwinkslag naar het gebruik. En inderdaad, we deden alsof we vanaf nu altijd met slofjes aan naar binnen moeten. Dat is natuurlijk niet het geval, maar het was leuk om even met een geintje te openen. Dan mag je als raadsnestor een lintje doorknippen voor een vernieuwde raadzaal. Ja, mevrouw Vereert, wat betekent dit voor de Boekelse politiek? Nou, ik hoop voor de Boekelse politiek dat we gewoon op dezelfde voet door kunnen gaan als wat we deden. Maar het is wel heel fijn als je merkt dat je weer een eigen tijdse raadzaal hebt. Die ook weer niet alleen toegankelijk is hier op het gemeentehuis. Maar ook toegankelijk is voor de kijkers thuis. Om de raadsvergaderingen te mogen volgen en de commissievergaderingen. En op deze manier ook een betrokkenheid bij de gemeentepolitiek te kunnen vergroten. Of zaken terug te kunnen kijken. Missen we die dan een beetje in Boekel? Want die betrokkenheid, ik dacht dat Boekel best wel betrokken was met de politiek. Nou ja, daar hoop ik van wel. Maar het is voor sommige mensen natuurlijk toch een drempel om hier een vergadering bij te wonen. Of ook daar tijd voor vrij te maken. En dan is natuurlijk het feit dat je dus gewoon ook op deze manier vanuit de opnames en toch ook wel kunt terugkijken. Of misschien een specifiek onderdeel waar je in geïnteresseerd bent terug te kijken of te luisteren. En dan zie je ook een beetje de dynamiek hoe dat gaat in zo'n vergadering. En wellicht zeggen mensen, oh, dat is eigenlijk best heel leuk en ook heel gezellig en het is een mooie plek. Dus misschien helpt dat ook wel mensen om ook meer actief te worden in de gemeentepolitiek. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn voor ons.